langs de zonnige Spaanse kusten van een heerlijke rust op zijn kotter geniet. Wie staat er dan aan het roer van mijn schip? Nou, een hele goede stuurman natuurlijk. Maar toch niet dezelfde brekenbeen die de stoomboot aan de grond heeft laten lopen? Brekenbeen? Dat was helemaal geen brekenbeen. Oh nee? Nou, laat ik u dan vertellen dat de man die hier de stoomboot aan de grond heeft gezet de grootste brekenbeen was die er ooit tussen de Noord- en de Zuidpool aan het roer heeft gestaan. Krik zo. Ja, maar dat neem ik niet. Dat is... Ah, u was het dus zelf. Oh, nou dan wordt u bedankt. Dan gaat de koop mooi niet door. Waar zou ze nou toch zijn, die kleine meid? Senor Eeltje. Ze had iets in haar kopje. Dat zag ik. Eeltje. Elagast, luister nou even naar me. Als ik je nou vraag om kapitein te worden op je eigen kotter. Schipper naast Sinterklaas. De toren, ze keek altijd naar de toren. De kijker, zie je op iets, wil je hem even mijn kijker geven? Hier, maar zegt u maar eerst... Bent u een zeeman? Dat is mijn scheepsroeper. Nou, hé. Noem gezellig een stuurman. Ik kan niet eens onder een kijker op de toren kijken. Wat? 4 uur al? Ook de kinderen, de pakjes, het huis, het cadeau. Er beweegt er wat boven op die toren. Zou het dan toch waar zijn met oude vissers vertellen? Vooruit, Inktje Steur, je hebt een andere storm over je muts zien gaan. Eerst kijken, dan pas zij wijzen. Annabel, Annabel! Dag, Pieterwagen! Annabel, iedereen zoekt je! Ja, en wat moest dat engeltje nou voor je zien? Een huis natuurlijk! Oh. Annabel, Annabel is terecht! Annabel! Dat moet senior Piet weten. Is het terecht? En het huis? De kotter. Hebben jullie een huis gevonden? Nou, dit is... Zie je, Piet, ik heb hem gevonden! Ik heb hem... Waar is hij nou? Hij is weg. Vroeg je nou toch ook weer over mijn kotter? Of ik kapitein wilde worden op mijn eigen schuit? Schipper naast Sinterklaas? Ach, maar dat kan ik toch niet gemeend hebben? Nooit meer aan de wal. Nooit meer winter. Nooit meer achter mijn venstertje geplakt. Maar dan heb ik een huis meer nodig. Dan. Senor Piet. Senor Piet. Senor Piet. Annabel? Annabel? Annabel, kom van die toren af! Annabel! Ik heb een huis voor je! Nog meer slecht nieuws, Piet? Ik mis 2 man, Sinterklaas. En dit wat de mooiste dag van uw leven had moeten zijn. Maar we gaan onmiddellijk weer verder met zoeken. Het hele feest wordt afgelast. Senor Piet, meent u het echt? Meent u het echt dat ik kapitein... Steur. Oh, neemt u me niet kwalijk, ja. Maar meent u het heus? Ja, een ander keertje, hè, Eeltje. Daar staat mijn hoofd helemaal niet naar op dit ogenblik, zeg. Je ziet toch dat wij... Ja, maar ik moet het wel weten.
Want als het waar is, als het echt waar is, dan heb ik een huis. Een huis voor Annabel. Ja. Nou? Het zou beter zijn als we Annabel zelf eerst gevonden hadden. Annabel. Annabel? 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 Wat moest jij op die toren doen? Zeg Annabel, zeg Annabel. Ik zocht een huis, dat wist je toch? Doe geef je schoen, doe vlug dan wel. Zodat wij er vanavond nog een huis in kunnen doen. Een huis voor Annabel, voor Annabel, voor Annabel. Een huis voor Annabel, voor Annabel, haar zoen. Zien we, Piet, is het heus waar? Tuurlijk, het is toch 5 december? Ja, wist ik het maar. Wat zou u hiervan zeggen? Je doet het. Ik ben je man, Senor Piet Krekso. Het is 5 december, mooiste feest van het jaar. Alles leek verloren, maar kom voor elkaar. Annabel, voor jou. Ja hoor, in ons nieuwe huis is plaats genoeg. Het is 5 december, wat krijgt Sinterklaas? Van zijn trouwe knechten voor hun grote baas. Ach, wat aardig, een scheepje op een plankje. Niks hoor, echt, niet echt. Met de kapitein erbij. Een schip voor Sinterklaas, voor Sinterklaas, voor Sinterklaas. Een schip voor Sinterklaas, een schip voor Sinterklaas. En wat er voor op zee.